Dus we stellen het uit en het probleem wordt niet opgelost. En we blijven, ja, blijven we dan ook woord, op slot? Het woord uitstel staat hier centraal. Namelijk de Nederlandse overheid heeft op dit punt al decennia, ja, in feite de werkelijke oplossingen uitgesteld. De andere kant op gekeken. Beweert dat het allemaal gecompenseerd kon worden door pompjes te planten. Wat ze al niet verzonnen hebben, niet waar, om geen beslissingen te nemen. En nu zullen ze tenslotte gedwongen worden beslissingen te nemen. Zij het wellicht in een iets ander tempo en op een iets andere manier dan voordat de BBB zo spectaculair heeft gescoord in die verschillende provinciale gremia. Dus we verplaatsen nu de pijn naar over 5 jaar. Want dan moet er alsnog hier een knoop over doorgaan, ja, worden. Ja, en ik zou zeggen dat het besturen van Nederland in toenemende mate het verplaatsen van pijn is naar een moment waarop we daar, wat eigenlijk vaag in de toekomst ligt. En, ja, want we hoeven er nu niks over te doen. Ja, want dan kunnen we misschien weer een boompje planten of zo. Rutte was ook in de Westen stemming. Ja, het was iets anders verlopen dan hij gehoopt had. Maar toch, nog een gaaf land en... Maar er zijn nog steeds een grote partij, en zei eerst die. Heeft hij nog een allerlei poppenkast gemaakt, niet waar, door te zeggen dat het best wel eens tot het einde van het kabinet zou leiden. Toen is er een enorme klap uitgedeeld en toen zei hij ineens, nee, we zijn maar nergens voor nodig om ook een beetje een slappe truc om op het laatste moment nog wat stemmen te werven langs die weg. Dus nee, ik ben er dus, het is bijzonder teleurstellend. Maar het is toch in allerlei opzichten de vijfde Messias. En we hebben zelfs aan de blijvertjes onder de Messiassen bar weinig gehad. Bar weinig. En ook op dit punt zal misschien het stikstofbeleid zal iets veranderen. Maar uiteindelijk aan de oplossing van de werkelijke diepstekende managementproblemen van de Nederlandse overheid zal, althans door de BBB-beweging, niets worden gedaan. Denk je dat Europa daarmee akkoord gaat? Dat we een beetje foezelen met de regels. Nou, ik denk wel dat we boos toegesproken zullen worden. Dat het nou God beter is welke tijd wordt om er echt iets aan te doen. En dat vind ik ook wel. Besluit anders niet dat het belangrijk is. Hè? Mm. We hebben een wet, we hebben internationale overeenkomsten. Dus ja, vroeg of laat zullen we er toch iets aan moeten doen. Ja, en jij verwacht dat D66 het kabinet niet laat vallen en dat zij wel mee gaan bewegen? Ja, als het die kwesties zijn die ik genoemd heb, namelijk uitstel en een iets flexibele uitkoopregeling, hoe die er ook mogen uitzien, daar zitten die ambtenaren. Je denkt al in Nederland meteen, daar gaan ambtenaren over nadenken, dan weet je dat het allemaal nog veel langer gaat duren. Er allemaal ingewikkelde complicaties ontstaan, ruzies tussen de ministeries en daar gaan ze maar door. Nou, we hopen dat dat dan niet gebeurt. Maar nogmaals, waaraan gewerkt moet worden, maar waar ook dit kabinet in feite geen donder aan gedaan heeft en bij mijn weten ook helemaal niet in staat is om er werkelijk iets aan te doen, dat is die verkalking van het bestuurlijk apparaat. Lees nog, laten we allemaal nog een keer Cenk Willing lezen. Groter denken, kleiner doen. Ja. Ze hebben het overheidsapparaat voor een belangrijk gedeelte naar de kloten geholpen. En het is tijd dat dat aangepakt wordt. Ik weet ook niet precies hoe. Ik ben wel boel, als je in mijn studeerkamer gaat kijken, dan weet je zeker dat de entropie definitief heeft toegeslagen. Maar